de nachtzoen. Verdwalen en uitglijden is misschien niet eens zo erg. Daar let God niet zo op. Dat gebeurt allemaal in het donker. Maar je naar het licht keren en als de verloren zoon zeggen hier ben ik, daar gaat het om. En dat is moeilijk. Zeker voor een voortvarende vrouw als zij. Maar het is te doen. Het moet ook, wil ze kunnen slapen. Deze nachtzoen krijgen we van filosofielerares Catharina Schimmel-Penning. Wat heb je nou? Ja, dit is een schilderijtje. En het is van Rembrandt eigenlijk het mooiste schilderij wat ik van hem ken. Het is de terugkeer van de verloren zoon. En voor mij betekent het heel veel omdat deze man, die heeft echt, ik zou zeggen, het ergste misdaan wat je kunt misdoen. Namelijk? Je vraagt je hele erfdeel, je gaat ermee vandoor. Je verkwanselt het helemaal, een erfdeel, hè, dat wat je van je ouders hebt geërfd. En dan ga je terug. Dan denk je, verdorie, ik moet hier met de varkens voedsel eten. En nou ja, bij mijn vader hebben mijn knechten het nog beter. En hij gaat terug. En dan ziet zijn vader hem al van verre. En dan gaat hij hem tegemoet. En dan zie je hoe hij dat zo mooi intiem heeft geschilderd. Dat dus die zoon in de schoot van die vader kruipt, hè, op zijn knieën. Ja. En hoe die vader zo verzaligd is dat hij is teruggekomen. Maar wat voor mij zo belangrijk is, hij heeft dit ook helemaal in het licht geschilderd. Ja. Dat het enige wat belangrijk is, ik denk dat je de gekste dingen kan doen en dat, zeg maar, onze lieve Heer zich daar niet mee bezighoudt. Hij houdt zich er niet mee bezig, want eigenlijk gebeurt het allemaal in het duister. Maar het moment dat je je omkeert, dat is het moment. En dan is daar meteen die twee armen daaromheen. Dus ik zou, als je mij zegt, hoe wil je het vaderland toedekken? Dan zeg ik, nou, met dit weten, dat je eigenlijk alleen maar hoeft in te keren en zeggen, nou, hier ben ik weer. En ik heb het natuurlijk allemaal dom gedaan, maar ik ben er weer. En dat je dan ook, weet dat goed genoeg is. Maar ja, als ik dus het steek heb laten vallen, dan blijft dat hier. He, als je spreekt van, ja, uiteindelijk toch weer helemaal schoon worden, blijft dat hier, ja, toch gewoon liggen. Tot het moment dat ik ernaar kijk. En dat is dus wat ik 's avonds altijd doe als ik voel van, oh, ik kan absoluut niet slapen. Dan ga ik gewoon wachten. Dat wachten, dat doe je liggend? Ja, dan wacht ik. Ja. He, dan wacht ik en dan, van, wat kan ik hier aan doen? Kan ik er iets aan doen? En als ik er niets aan kan doen, en dat is nog het allermoeilijkste, dan moet ik zeggen, nou, zo is het. Ik kan niet anders dan aanvaarden dat het zo is.